Het Wat Nou Café. Daar hadden we nog een speciaal bandje. Ik aan het denk krijg ik weer kop in. Boerenkool bij worst, boerenkool bij worst, boerenkool bij worst, allee, allee. Bij ons in de vijver groeit gewoon boerenkool in worst. Dat meen ik niet. Dat meen ik wel. Zeg dat jij dat ik lieg. Dat zeg ik niet. Ik ga niet liegen op tv. Nee. Nee. Ik weet het nog zo goed, maar ik kon mij nog wat pas leeg. Moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen. Als ik niet ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg. Zij wist ook niet wat van mij uitkwam. Ze zou het papa vragen waarom dat hij bezig was. In dat fietsenschuurtje moest ik maar een uurtje goed naar Flappy zoeken. Hij liep vast wel ergens op het gras. Maar ik had het wat het succes van de BMW-band. Hoe is die het klaar? Wil je mee? Die muts van jou. We hebben een beetje door elkaar praten, geloof ik. Nou ja, wat het succes vandaan komt is gewoon omdat wij gewoon makkelijke teksten schrijven. Tilburgs begrijpt iedereen. Zelfs in Friesland begrijpen ze dat waarschijnlijk. Bent vet shit, joh. Dan moeten ze een keer live checken. Als je allemaal in de gaten wilt houden, wat moeten de meesten dan kijken? www.bmwband.nl. En binnenkort starten jullie weer. Kunnen we boeken, hè? Ja. Boeken. In de kleinste zaal van het kleinste dorp in Nederland. Waar kennen we dat boeken dan? Boeken, dat kunnen op www.bmwband.nl. www.bmwband.nl. En boeken en kunnen we ook optreden als boeken. Niet om in te lezen, maar om BMW Band te boeken. Dat leek me net aan, een paar kratten bier dan komt heel eind. Dat was 20 flessen Little Devil. 20 flessen Little Devil, dat is toch niks? Nou, hier hebben we ook maar 10 bonden gehad, maar je zou je me niet op tv zeggen dan. Ik ben groot, de stad op de bed tweede kerstdag, 1961, wel zo goed. Maar ons bed was leeg en ik zei dat zij niet in de schuur mocht komen. En als ze niet ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. Ja, meneer, dapjes die kwamen toen goed van paas.